Kunstner Itz Willemsma pleatst een model van het kunstwerk om te zien hoe het liekt. De uiteindelijke versie wordt zo'n 100 meter heeg. Het is inspireren door burgemer Hendrik Bulthuis. Die had de zielboord B Emmer ontworpen. Als het van deze kant staat, Jos, dan is dit eigenlijk een boppenhond van een 16 kwadraat. Ja. En dus dit is het sietonjoch en dat is het boppenhondjoch en dit is een zoutwarm. Ja, een 16 kwadraat zoutwarm. En die stekken met hun treien smelten die als het ware, groeien die in elkaar om. Bulthuis wie belangrijk voor het dorp. En alle kunstenaars bij de gesprekken die ik met hen had, die gaan zich wezen op het feit hoe wichtig het Bulthuis voor de zielsvaart West had. Nou, dit is eigenlijk meer op een nij alweer een oude on Bulthuis om te letten van dat Burgum Grutske is op de man die de BM'er op elkaar zetten had in de raad, in Zielwaren. Bulthuis die hier een mal van houdt, daar spiekeren hij de latten omheen, om die mal omheen. Nou, eigenlijk doe ik nou hetzelfde, ik maak mijn latjes en dan ben aan ijzer en balken, maar goed, daar bouw ik als het ware het hele kunstwerk mee. Er is nog discussie wat het werk krijgt komen maat. Wij zijn we wachten met de echte locatie totdat die hele tridimensionale ruimte hier klaar is. Want er zijn natuurlijk een heel soort concurrenten, ruimtelijke concurrenten. Verkeersborden, kastjes voor gsm, kastjes voor de radar. Die schippen, die de vrachtschepen, die moeten terug aan bak heen, die moeten er precies tussen terug. Kan hier van de andere kant komen. Dus dat wordt al je burgelieren. Nou, als er ik nog een kunstwerk tussen zest, ja, dan is dat... Ja, de vlag op een strandprem.